Begin maart liet het bestuur van Stichting de Oude Vissershaven met een algemeen bericht weten de stichting te ontbinden. Door de verandering in deze tijd is het steeds moeilijker een evenement van deze omvang te organiseren. Hiermee kwam ook een einde aan de organisatie van de driejaarlijkse visserijdagen in Woudrichem. Inmiddels is bekend geworden dat de organisatie is overgenomen en de visserijdagen toch doorgang zullen vinden. We gaan hem inzetten op 500 dubbeltjes. Daar beginnen we mee en dan gaan we aftellen. Ja, we staan hier in Woudrichem met Frans Baks, met de historische werf op de achtergrond, symbolisch voor de visserijdagen. Want het bericht kwam een aantal weken geleden dat ze niet door zouden gaan. Ja, dat klopt. De oude bestuur van de oude stichting die zagen niet zitten. De visserijdagen gaan toch door. Dat is ook de bedoeling, ja. We hebben het bestuur met de nieuwe vrijwilligers in zijn geheel overgenomen en we gaan proberen om het door te laten gaan. Nou, wij vinden het een geweldig mooi evenement en we vinden toch, wat er ook mocht gebeuren, dat het gebeurt. De visserijdagen worden driejaarlijks georganiseerd. Ze horen ook gewoon een beetje bij Woudrichem. De reacties waren niet van de lucht. De negatieve reacties, ja, als je die bedoelt. Ja. 31 augustus gaat het toch weer gewoon gebeuren. Het programma is nog niet helemaal rond, maar we zijn druk bezig. Hoe gaan die visserijdagen dan zo uitzien? Het programma is zeker niet bekend. We hebben van het oude bestuur hun draaiboeken wel gekregen om daar weer mee te werken. Dus het is de bedoeling dat we toch zo goed mogelijk kopiëren. Misschien iets nieuws, misschien iets ouds. En tot nu toe één dag. Belangrijke onderdelen van die visserijdagen, de oude ambachtenmarkt. Maar ook spektakelstuk de roeiwedstrijden, hoe staat het daarmee? De roeiwedstrijden is best wel lastig. Dan zijn we afhankelijk weer van een andere partij. En die hebben het met het nieuwe gemeente dit jaar heel erg druk. Daar hebben we nog geen officiële toezegging van. Ja, helaas, daar kan ik nog niks over zeggen. Alle anderen hebben toegezegd om mee te werken. Met hoeveel vrijwilligers zijn jullie nu opgestaan? We zijn momenteel met 8. En dan hebben we nog 6 mensen die op de achtergrond gewoon voor ons meewerken. Als ik denk aan mijn stad, stroomt mijn hart.